Still smiling, want Piet Veerman heeft genoten volgens mij vanavond, of niet? Jawel, nou, dat zeg ik net al. Kijk, als het is een wisselwerking. Als publiek, dat is een fantastische mooie sfeer. Maar ja, jij doet ook iets met die lach, hè? En die oogjes van Piet Veerman. Zolang als je op het podium staat, dat verandert nooit, hè? Nee, maar ik vind dat... Ik heb er zelf lol in. Op het moment dat ik het niet meer leuk vind zelf... Dan wordt het tijd om erover na te denken om weer wat anders te gaan doen. Heb je er wel eens ooit over nagedacht? Nog niet. Betekent dat je nog elke avond geniet van een optreden, van de liedjes die je vanavond ook weer bracht? Jawel. Ook de liedjes die je al heel vaak gezongen hebt? Het is zoals een One Way Wind natuurlijk in een Wire Con Joe's in Sail and Home. Sail and Home, dat zing ik nou ook alweer een jaar of elf. Ja. Maar het is iedere keer weer, het is gewoon weer een happening, weet je. De reactie van het publiek is altijd weer even leuk. Weet je nog wat je eerste nummer was? Je eerste kerstnummer? Eerste kerstnummer? Nou, het eerste kerstnummer waar ik op een gegeven moment de lead ging doen, dat was Times for When. En What a Crazy World, herinner je dat er nog? What a Crazy Life. Crazy Life, dat weet ik wel, maar dat was niet, daar zat ik niet in de lead, dat was Kees. Dat was Kees. Ja, ik begon met Times for When. En als je nu die titel pakt, What a Crazy Life, je kijkt er nu op terug. Want hoe lang sta je op de planken? Vanaf 65 met de Cats, daarvoor nog op andere. Ja. De Everly Kosters. Ja. Je kan, weet je daar nog iets van? Jawel. Er zijn voor mij begonnen met z'n tweeën. Want het waren twee verschillende, eigenlijk duootjes. Daar is de Cats uit ontstaan. Ja. En mijn neef en ik, Jaap Schilder en ik, ja. die waren altijd met z'n tweeën. Een beetje, we waren neven en... Mijn moeder werkte vaak bij zijn moeder en zodoende, weet je wel. Weet je wat het merkwaardig is? In de geschiedenisboeken komt de naam Piet Veerman voor. Dat is niet zo merkwaardig, maar dat erachter staat... Piet Veerman, zanger van de Cats, volle neef van Jaap Schilder. Ja, maar dat is ook zo. Ja, nee, er wordt niet gelogen, maar dat ze het erbij vermelden. Opmerkelijk, toch? Of niet? Ja, nou ja, goed. Het is wel een feit. Ja. Maar je hebt toch meer neven dan alleen Jaap Schilder, Marco? Ja, maar in dit geval... volle neef van Jaap, omdat we 22 jaar met de Cats zijn bezig geweest op de bühne. Ja. En dan ga je die neef, die ga je wel misschien wel even noemen, weet je wel. Ik heb er inderdaad veel meer. Ja. Het is volgens mij één grote familie als ik zie hoe dat stel opgaan met elkaar hier. Die heb ik nog nooit geteld. Maar moet er veel zijn. Maar jawel, want mijn ouders, tenminste van mijn moeders kant dan, waren ze met z'n elfen. 11 kinderen. En die 11 die hebben ook weer, waren heel vruchtbaar toch, achteraf. Die hebben ook al een hoop kinderen gekregen. Ja, zijn die ook allemaal gaan zingen of niet? Want ik bedoel, de palingsound is zo verspreid geraakt. Nee, dat niet. Dat niet. Ik ben, dacht ik, als ik dat bekijk, ben ik de enige die dat professioneel is gaan doen. Ja. En blijven doen, hè? Zeg, als we jou de koning van de palingsound noemen, vind je dat nou een leuke titel of zeg je nee, alsjeblieft... Noem het anders. Nou, we zijn wel begonnen natuurlijk. En ja, Godfather is misschien nog beter. Waarom? De Godfather van de Paling Sound. Waarom? Vind ik eigenlijk wel een mooier woord, de Godfather als een koning. Ja. Klinkt zo onverbiddelijk. Hm? Het klinkt zo onverbiddelijk. Ja. Maar het is gewoon wel een feit natuurlijk dat wij zijn ermee gestart en de sound, wat ik bedoel, je kan je eigen afvragen wat is nou palingsound. En ik heb daar ook die vraag, die heb ik iedere keer als die gesteld werd. Melodieuze muziek met een weemoedig tintje hoor je dan. Ja, dat vind ik een bepaalde, ja, je moet er een bepaalde omschrijving aan geven. Je moet een definitie aan geven. En ja, ik denk dat het toch een, het is ontstaan toch onze muziek, uit het visserslatijn vandaan. Het is toch een beetje weemoedig, een beetje melancholiek en toch altijd melodieus blijvend, weet je wel, in onze muziek. Het is een stuk weemoed, het is een stuk melancholie, vervat in een mooie melodie. Maar als je het gezicht van Piet Veerman op het podium ziet, is dat eigenlijk gewoon de beste omschrijving van palingsound, denk ik, hè? Zoals jij zingt, zoals je lacht, zoals je knipoogt naar het publiek, dat is het volgens mij, hè? Toch een beetje weemoed aan vroeger ook, denk ik, of niet? Ja, maar dat gaat niet bewust, hoor. Dat is gewoon de wisselwerking. Dat is de wisselwerking van het publiek en ik. Dat zijn ook een beetje de genen, volgens mij, van die Volendammers. Jantje Smit zingt ook iets in die stijl.
Of niet? Zit het niet in Volendammers zelf? Althans, voor zover je Volendammers nog zo kan benoemen. Nou, dat heeft in ieder geval. Als een Volendammer zou zingen, dan zou hij toch wel. Tenminste, als hij zou gaan zingen, maar als hij ook ging schrijven en componeren, dan zit dat toch wel een beetje in die sfeer, in de melancholieke sfeer, in de melodieuze sfeer. En ik geloof niet dat house en het visserslatijn, dat bij elkaar klopt. Heeft ook nog niemand geprobeerd volgens mij. Nou, ik geloof niet dat gebeurt ook. Het ritme ligt er wat ook voor. Hè? Zeg, Piet Veerman, we hebben genoten van je vanavond, ook van dit interview. Dankjewel. Slotvraag, als je mocht kiezen tussen een koninklijke onderscheiding of een pilsje beneden in de bar, waar zou je kiezen? Een pilsje in de bar. Ja, dat kan verwacht bij jou. Ja, bedankt voor het interview en succes verder. Hè?